Welkom. In dit filmpje ga ik het hebben over de wet van Coulomb en hoe je met bepaalde ladingen en bepaalde krachten daar berekeningen in kan maken. Eigenlijk waar het op neerkomt is als zich in een ruimte twee puntladingen bij elkaar bevinden, dan oefenen ze een kracht op elkaar uit. De kracht die heeft te maken met hoe groot die ladingen zijn. Hoe groter die ladingen zijn, hoe groter de kracht is die ze op elkaar uitoefenen. Daarnaast heeft het ook te maken met de afstand die ze van elkaar hebben. Stel je voor dat ze heel dicht bij elkaar staan, dan oefenen ze een hele grote kracht op elkaar uit. Maar hoe verder ze van elkaar afkomen, hoe kleiner die kracht is. Dus hoe groter de afstand tussen de ladingen, hoe kleiner de kracht is die ze op elkaar uitoefenen. Een voorbeeld, stel je voor, we hebben hier een positief en een negatieve lading. Die staan op een bepaalde kracht van elkaar af en die hebben allebei een lading van 1 coulomb. En min 1, omdat die negatief is. En we hebben hier twee ladingen die een stuk dichter bij elkaar staan. En ze hebben ook nog eens een keer een grotere lading. Deze heeft een lading van 2 coulomb en deze van min 2. Dan zal in deze situatie de grootste kracht zijn. Om twee redenen. Ten eerste, ze staan heel erg dicht bij elkaar. Dus de kracht die ze op elkaar uitoefenen is groter. Daarnaast zijn de ladingen groter. Dus ze hebben een grotere elektrische kracht op elkaar. Nou ja, daar zit een formule achter, natuurlijk. En dat heet ook wel de wet van Coulomb. De elektrische kracht kun je berekenen met de wet van Coulomb. En dat is deze formule. FEL is F maal Q, kleine Q, grote Q, gedeeld door R in het kwadraat. En die kun je ook wel in BINAS vinden. Zesde editie tabel 35D2. Deze formule lijkt ook heel erg op de zwaartekrachtformule of de gravitatiekrachtformule. Ik weet niet of jullie die al gehad hebben, maar dan zul je zien dat dit bijna een kopie is. Behalve dat er net wat dingetjes anders zijn, maar de format, dus hoe die eruit ziet, is hetzelfde. Heel toevallig heb ik dat filmpje net gemaakt vandaar. Maar het kan zijn dat je daar in dit jaar nog helemaal niks over gehad hebt. Maar mocht je daar ooit iets over hebben, dan zul je zien dat de formules dus identiek aan elkaar zijn. FEL, de elektrische kracht in newton. Kracht zijn altijd in newtons. De Q is de lading A in coulomb, dan hebben we de hoofdletter Q is lading B in coulomb. Af en toe worden hier ook dezelfde Q'tjes voor gebruikt en dan een kleine A, kleine B. Dat kan, in BINAS staat kleine Q, grote Q, maar dat gaat dus om de twee voorwerpen en hun twee ladingen. Allebei in coulomb. En dan hebben we de R is de afstand tussen de middenpunten van de ladingen. Stel je voor dat de ladingen ook nog een bepaalde grootte hebben, dan moet je dat meenemen. Maar kijk, als het nou om een elektron gaat, en een elektron is enorm klein, dus dan hoef je dat niet mee te nemen. Maar stel je voor dat ze dus wat groter zijn, dan moet je dus niet alleen de afstand tussen de ladingen, maar tussen de middenpunten van de ladingen meenemen. Naast de F, dat is de constante in de wet van Coulomb en die is 8,988 maal 10 tot de 9e newton meter kwadraat per coulomb kwadraat. Hoef je gelukkig niet te onthouden, die staat in de BINAS tabel 7a als je de zesde editie gebruikt. En met deze formule kun je dus uitrekenen wat de kracht is die bepaalde ladingen op elkaar hebben. Er zit nog wel een bepaalde belangrijke regel bij. Wanneer FEL negatief is, is het een aantrekkingskracht. En als het FEL positief is, is het een afstotingskracht. Als je dat even gaat kijken, stel je voor ik heb een positieve lading en ik heb nog een positieve lading. Dan hoop ik dat jullie weten dat als ik die in de kamer stop, dat die elkaar gaan afstoten. Nou, positief maal positief is een positief getal. Maal R in het kwadraat is ook positief, dus het blijft positief. Maal F, en F is ook positief, dus dan blijft het een positief getal. Ook als ik hier een negatief maal negatief doe, dan wordt dat positief. Dus dan krijg ik een positieve kracht en dat betekent dat ze elkaar afstoten. Stel nou dat één van deze twee negatief is en de ander positief, dan weten jullie hopelijk dat die elkaar aantrekken. En dan krijg je ook een negatieve kracht. Dus wanneer die kracht negatief is, dan is het niet een afstotingskracht, maar een aantrekkingskracht. En heel belangrijk om dat te onthouden. Een voorbeeld. We hebben twee puntladingen en die bevinden zich in een kamer op een afstand van 20 centimeter. Puntlading A heeft een lading van 1,3 maal 10 tot de min 5e coulomb. En puntlading B heeft een lading van min 2,4 maal 10 tot de min 5e coulomb. Bereken de elektrische kracht en bepaal of ze elkaar afstoten of aantrekken. Nou, hoef je dat natuurlijk niet per se te berekenen, want je ziet al wel dat we hier een positieve hebben en hier een negatieve. Dus waarschijnlijk weet je al wel wat ze gaan doen. Maar we gaan toch even berekenen en we moeten aan het einde die conclusie wel trekken. De gegevens die we hebben een lading, de eerste lading, die kleine q is 1,3 maal 10 tot de 5e, je kan het natuurlijk ook omdraaien. De hoofdletter q is min 2,4 maal 10 tot de min 5e, die staat daar. Coulomb allebei. De straal is 20 centimeter, die moet in meters, dus 0,2 meter. En de f, die we ook nodig hebben voor die formule, die vinden we in BINAS 8,988 maal 10 tot de 9e, stond in tabel 7a. De formule.
Gaan we zo meteen laten zien. Eerst even wat willen we berekenen. We willen de kracht berekenen. Nou, de formule was deze. De elektrische kracht is F maal Q gedeeld door R in het kwadraat. En dit is een best wel simpele opgave, want we kunnen dit gewoon invullen. Voor F vullen we die 8,988 maal 10 tot de 9 in. Die twee ladingen vullen we in en het maakt niet uit welke lading je kleine Q en welke je grote Q noemt, want dan zouden deze getallen omdraaien, maar dan komt nog steeds hetzelfde uit. Gedeeld door de straal in het kwadraat. Niet vergeten. Gebeurt helaas vaak, maar die moet dus in het kwadraat. En als je dat invult, kom je uit op een kracht van min 70 newton. Niet vergeten, want de vraag ook nog, bepaal of ze elkaar afstoten of aantrekken. Ik had net gezegd dat als het negatief is, dat ze elkaar aantrekken. Dus bij negatief is het een aantrekkingskracht, dus negatief dus aantrekking. Dus deze twee ladingen zullen naar elkaar toe gaan. Nou, dat was een redelijke makkelijke straightforward vraag. Nu wordt hij iets lastiger. Je wilt een elektron in vacuüm versnellen, dus er is geen luchtwrijving, want het is vacuüm. Je hebt hiervoor een statische puntlading. Statisch betekent dat hij op een plek staat dat hij dus niet kan verplaatsen. Dus het enige wat kan gaan verplaatsen is het elektron. En de lading is min 1,3 maal 10 tot de min 18e coulomb. Het is belangrijk dat die min is, want een elektron is ook negatief geladen. En je zou natuurlijk niet een elektron kunnen laten afstoten met een positieve lading. Dus het is een negatieve lading en die heb je tot je beschikking. Op welke afstand moet het elektron van puntlading A geplaatst worden? Dus ik ga dat elektron daar ergens plaatsen, zodat hij een versnelling krijgt van 50 meter per seconde kwadraat. Even kijken, welke gegevens hebben we? We weten dat de lading van onze bron, van onze puntlading, min 1,3 maal 10 tot de min 18e coulomb is. Daarnaast weten we de andere lading ook, want het gaat om een elektron. En een elektron heeft een lading van min 1,602 maal 10 tot de min 19e. Dan zijn waarde die vind je in tabel 7a. En let wel op dat die daar als positief staat. En je moet hem als negatief opschrijven omdat het om een elektron gaat en die is negatief geladen. Daarnaast weten we de straal niet, de afstand. Die moeten we namelijk gaan berekenen. En we weten de kracht ook niet, want we weten nog niet welke kracht erop komt. Dus die formule die kunnen we niet helemaal gaan gebruiken omdat het twee onbekende zijn. Maar die kracht kunnen we ook op deze manier berekenen. De kracht voor een versnelling is de massa maal de versnelling. En dan heb je de resulterende kracht. En de massa van een elektron, die weten we. Die staat gewoon in binas. Die is 1,6605 maal 10 tot de min 27ste kilogram. Die staat in tabel 7b. Daarnaast weten we de A ook, want we willen een versnelling krijgen van 50 meter per seconde kwadraat. Dus die weten we ook. Dus door die twee maal elkaar te doen, komen we erachter wat de kracht is die op dat elektron moet zijn, zodat hij die versnelling krijgt. En dat is 8,3025 maal 10 tot de min 26ste newton. Hele kleine kracht, maar ja, we hebben het ook over een hele kleine massa. Dus dit is de kracht die dat elektron moet gaan ondervinden. Dus die kunnen we hier invullen, want die kracht die komt in dit geval van de elektrische kracht van die twee ladingen die elkaar afstoten. En nu kunnen we die formule wel invullen. FEL, de elektrische kracht die we dus net berekend hebben, is F maal Q gedeeld door R in het kwadraat. Die F, die weten we, dat is 8,988 maal 10 tot de 9e, tabel 7a. Niet vergeten, 7a komt heel erg veel voor, dus onthoud die goed dat daar dus heel veel gegevens in staan. En dan kunnen we een formule invullen. FEL is 8,3025 maal 10 tot de min 26e, dit getal, is die F die hier staat. En dan hier de twee ladingen. Wederom, maakt niet uit hoe je ze omschrijft, komt hetzelfde uit. Gedeeld door R in het kwadraat. En die R is hetgene wat we willen berekenen. Dit ziet er iets eenvoudiger uit. Ik heb nu dit getal gedeeld door deze gedaan. Dus dan houden we dit over. Ik zal zo meteen even laten zien hoe je dat ook hiermee kan doen. En dan hebben we een breuk. Bij een breuk is het zo dat je die twee onderste kan verwisselen. Dus dat ziet er dan zo uit. Nou, ik ga het niet allemaal opnoemen, want ik ga waarschijnlijk mijn tong breken over al die getallen. Maar je kan wel zien, ook als je een pauze zet, dat dit klopt. Dus we hebben dit getal, wat we delen door dit getal. Dat is een stuk makkelijker als ik het op die manier zeg. En dat komt uit 0,0225. En let op, dat is R in het kwadraat. We moeten hier dus nog de wortel van nemen om de R te krijgen. En dan komen we uit op 0,15 meter. En dat is de afstand waar we dat elektron op moeten plaatsen. Kijk, je had ook deze FEL gedeeld door F kunnen doen. En dan had je die met zich heel kunnen omwisselen met R kwadraat. En dan had je dus eerst met de letters omgebouwd en daarna getallen ingevuld. Allebei mag. Het is maar net wat je fijner vindt. Als je maar uiteindelijk eruit komt, dat is natuurlijk het belangrijkste. Maar dat elektron dat moet dus op een afstand van 0,15 meter geplaatst worden, zodat het de juiste versnelling krijgt.
Nou, deze was iets lastiger, omdat hier ook die F is MLA in voorkwam. En ja, dat is het nou eenmaal met natuurkunde, dat er steeds meer formules samen gebruikt moeten worden. Maar ik hoop dat de belangrijkste formule, dat deze formule, dat die nu duidelijk is en dat je nu weet hoe je die moet gebruiken. Nou, dat was het. Dankjewel voor het kijken.